Landmacht bezet Nijmegen. Bommen en granaten ontploffen in Beuningen. En subsidie voor Goffertstation. Dit is het N1 Nieuws van woensdag 23 april. Het is gelukkig geen scenario dat we tegenwoordig meemaken, soldaten die de binnenstad bezetten. Toch waren zij woensdag in grote getale aanwezig. Ter ere van het 200-jarig bestaan van de landmacht speelden zich verschillende activiteiten in de binnenstad af. Een gevechtsdemonstratie, sportactiviteiten en veel voertuigen waren voor iedereen toegankelijk om te bezichtigen of zelf te besturen. Onder andere kunnen mensen hier kijken naar een spectaculaire demonstratie van een gevechtsactie. Maar daarnaast zijn er ook nog een aantal andere evenementen. Er staan bijvoorbeeld ouderwetse voertuigen uit vroeger tijden staan opgesteld bij het Kelfkesbos. Er is een sportactiviteit in Valburg. En in Marienburg staan ook een aantal personele en materiële zaken van ons tentoongesteld. Wat u hier ziet is een demonstratie van een gevechtsactie, dus met heel veel geweld, met zware tegenstand. En dat is ook waarvoor we trainen. We trainen voor het meest extreme scenario, zodat we overal ter wereld eigenlijk op ieder moment ingezet kunnen worden. Hoe komt het nou dat jullie de eer hebben gekregen als luchtmobiele brigade en niet een andere afdeling van de landmacht? De landmacht is vandaag verspreid over heel Nederland. Naast de activiteiten hier in Nijmegen zijn er in totaal op 200 locaties, vanwege 200 jaar bestaan, 200 locaties activiteiten. Alleen de luchtmobiele brigade heeft natuurlijk historisch gezien wel een hele grote band met Arnhem en met Nijmegen vanwege de operatie Market Garden in de Tweede Wereldoorlog. Woensdagmiddag vond in het zandwindgebied de Beuningse Plas in Beuningen de gecontroleerde ontploffing plaats van de 70 brisantgranaten uit de Tweede Wereldoorlog. De granaten werden afgelopen maanden gevonden in een weiland in Winsen tijdens ploegwerkzaamheden van een boer. De munitie van Britse makelij werd onschadelijk gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. We graven eerst een groot gat. Dan zorgen we ervoor dat gat diep genoeg is, zodat we zeker weten dat we, als we dat weer afvullen, dat er geen gevaarlijke situatie ontstaat als we hem laten ontploffen. In dat gat leggen we de granaten en vervolgens leggen we daar die kneedspringstof overheen. En als we dat hebben gedaan, dan brengen we slagpijpjes aan. Een slagpijpje is een heel klein pijpje. Daar zit een klein beetje springstof in. En daar zit een kabeltje aan. En die kabel die verbinden we weer aan een hele lange kabel. Zodat we uiteindelijk een groot proces krijgen. Dat als we op de knop drukken, gaat er een stroompje door die kabel naar het slagpijpje. Dat slagpijpje dan ontploft. Dat gaat vervolgens in de kneedspringstof. Dat ontploft nog harder. En vervolgens gaan al die granaten gaan mee. Let. Tijd. 13:51. 3, 2, 1. Zo, goeiedag. De ontploffing is in principe goed gegaan. We hebben 30 granaten hebben we zojuist laten ontploffen. Het zijn brisantgranaten van 25 ponder. Dat zijn Engelse granaten die bedoeld waren om veel schade aan te richten. En die granaten werden gebruikt om over lange afstanden de vijand dus eigenlijk te bestoken. En zo'n brisantgranaat is echt bedoeld om uit elkaar te klappen en dan heel veel scherven in de omgeving uit te werpen, zodat je veel schade krijgt en hopelijk, dat hoopten ze dan, gewonden en misschien wel doden. 3, 2, 1. Europa draagt 2 miljoen euro bij aan de bouw van het nieuwe Nijmeegse NS-station Goffert. Naast de bouw van het perron en de perronkap wordt ook het bestaande snelfietspad verlegd. In totaal kost het 5,2 miljoen euro. De stadsregio Arnhem-Nijmegen betaalt de overige 3,2 miljoen. Aan het eind van het jaar stoppen de treinen 4 keer per uur op dit station. Volgens onderzoek van de NS zullen dagelijks tussen de 3000 en 4000 mensen van deze nieuwe halte gebruik maken. Bij een sloopbedrijf op de Rauwenbosweg op industrieterrein Bijsterhuizen is woensdagmiddag bij werkzaamheden met een slijptol een vrachtwagen in brand gevlogen. Het dak van de wagen werd weggeslepen toen vonken brand veroorzaakten aan het kunststoffen gedeelte van de vrachtauto. Om 12:30 arriveerden 2 buswagens van de brandweer en 20 minuten later was de brand al bedwongen. Er waren geen slachtoffers. De politie doet verder geen onderzoek naar de brand.
Op trainingscomplex De Eendracht vond woensdag 23 april de 6e editie van de jaarlijks gehouden Bikkeldag plaats. Ronde Groot en dagpresentator Jochem van Gelder presenteerden de nieuwe Bikkel. Daarna klonk het fluitsignaal. 250 kinderen gingen van start op de sport- en spelvelden van het trainingscomplex. Samen met de technische staf en de selectie van NEC werden diverse spelletjes gespeeld. Een uitgebreide reportage van Bikkeldag is vanaf vrijdagavond te zien in N1C. Er is jarenlang geprobeerd om plein 44 op te fleuren, maar dit leidde niet altijd tot de gewenste resultaten. Architect Jos van Eldonk tovert het plein om tot het kloppende hart van de binnenstad van Nijmegen. Het is de bedoeling dat het plein in mei helemaal af is. Hebben de veranderingen wel tot de gewenste resultaten geleid? De vraag is, wat vinden de Nijmegenaren nou eigenlijk van plein 44? Ik vind het wel een leuk plein geworden. Ik vind het wel druk, gezellig en alleen ik mis een beetje de terrasjes. Geweldig. Geweldig. Heel goed idee. We weten niet wat ze nog meer zullen plaatsen, maar als ze van die meer bankjes plaatsen, geweldig. Ik heb daarnet met de twee oudjes zitten praten en het is net zo leuk voor ons als voor hun. En contact krijgen met elkaar, dus ging heel makkelijk, ja. Nou, eindelijk een beetje leven in de brouwerij hier, hè? Want het had jarenlang Splein 44 namelijk... Ja, heel slecht geweest eigenlijk wat betreft gezelligheid en sfeer. Het is heel goed opgeknapt. We zijn heel erg blij met onze grote fietsenstalling die we hebben. Maar alleen de vloer, daar ben ik niet zo kapot van. Nou, het is voor mij de eerste keer sinds 40 jaar. Want ik heb hier wel op school gezeten, maar ik ben nu voor het eerst weer terug in Nijmegen. Ik vind het nog erg vervelend plein geworden, want het is helemaal ongelijk. Het is ook nog steeds niet af. Ze doen er al jaren over, heb ik begrepen in de krant. Ja, ik moet er ook even naar wennen. Het is niet meer het plein 44 zoals het altijd was. Ja, wat zou het zijn? Ja, het is gewoon het mooiste plein van Nijmegen. Dat laat ik het daar voorop stellen. Mooiste plein van Nijmegen? Ja, ik vind het van wel. Ik bedoel, ik ben al 22 jaar in Nijmegen. Ik ben hier geboren en getogen. Dus de stad is mijn alles, dan moet ik het zo maar te zeggen. Dus, Ik heb net wel gezegd dat er eigenlijk, ik mis hier nog een fontein. Maak het een beetje Italiaans. Het weer in het Rijk van Nijmegen vanuit Beuningen. Donderdag schommelt de temperatuur rond de 20 graden. Er komt meer bewolking en de kans op regen is groot. Vrijdag kan de temperatuur oplopen tot 24 graden. In de middag is er kans op een bui. Op Koningsdag wisselen bewolking en zon elkaar af. Met 20 graden blijft het lekker zacht. En tot zover het N1 Nieuws. Hierna kunt u na het hele uur nog kijken naar cinema en het programma Buurten en na het half uur naar Nemmen TV. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.